zit een enorme nieuwsgierige drang in. Ik wil weten, hoe werkt dit? Hoe zit dit in elkaar? En naarmate ik meer weet, weet ik steeds meer antwoorden. Maar wil ik ook eigenlijk nog weer specifiek nog veel meer weten. Dus waar leidt dat dan toe? Werkt het dan echt? Hoe kunnen we dat testen? En dan begin ik allerlei gesprekken met wetenschappers en met andere experts. En dan ga je nadenken over wat is nou de allerleukste manier om dit over te brengen. Soms komen er ook kinderen die gewoon een beetje onzeker zijn. En het is heel leuk als juist die kinderen na afloop ook naar je toe komen. Met van, dat ging hartstikke goed. Ik heb een vuurpijl gemaakt. En hij deed het gewoon. Dat is gewoon fantastisch. Het lijkt iets kleins. Maar dat kan voor dat kind iets heel groots zijn. En voor mij is het sowieso iets groots. Weet je, dat ik denk van nee. Je shined, je hebt een succesmoment en dat geeft vertrouwen. Wat de Nemo-medewerker echt verbindt, is dat iedereen ook heel erg gewoon zichzelf kan zijn. En dat is echt het meest fijne bij Nemo. Dus ik voelde me ook eigenlijk meteen thuis. Nou, eigenlijk is iedereen heel open. Nou, ik vind het meestal wel lekker om rond 9:15 te zijn. Dan maak ik mijn koffie en dan loop ik naar buiten op het terras. En dan zie je de stad een beetje wakker worden. Dus dat vind ik wel heel mooi. En natuurlijk, met mijn collega's, ik het altijd gezellig. En dat maakt het alleen maar leuker.